Mijn naam is Jeroen van Wijngaarden. Ik ben 36 jaar, ik ben jurist en ik woon in Amsterdam. Omdat ik mij de afgelopen 4 jaar als fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam heb sterk gemaakt voor een vaste bijdrage van de overheid aan de beveiligingskosten van deze school. En dat is gelukt. Die bijdrage is er gekomen en die bedraagt 135.000 euro per jaar. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ik maakte mij hier druk om omdat ik het onacceptabel vond dat ouders werden geconfronteerd met een bijdrage van honderden euro's per jaar, per kind, om de kosten van de beveiliging van deze school te dragen. Ik vind beveiliging van de school een overheidstaak en niet de taak van ouders. En daarom vond ik dat er wat aan moest gebeuren. En ik vraag u om op mij te stemmen omdat ik mij zorgen maak. Ik maak mij zorgen om het feit dat in Europa 75% van de Joodse Europeanen aangeeft dat ze te maken hebben met meer antisemitisme dan 5 jaar geleden. 30% van hen overweegt zelfs te emigreren. In landen in het Oostblok als Letland en Hongarije zijn de problemen het grootst. We moeten landen die lid worden van de EU niet alleen voor, maar ook na hun toetreding tot de Europese Unie beoordelen op de vraag of ze discriminatie in het algemeen en antisemitisme in het bijzonder wel voldoende bestrijden. Het liberale beginsel van gelijkwaardigheid is het belangrijkste beginsel dat er is voor mij. Dat beginsel moeten we verdedigen, niet alleen hier in Amsterdam, maar ook in Brussel. Als u het met mij eens bent, stuur mij dan naar Brussel en stem op 22 mei op de nummer 10 van de VVD.